Een speciaal welkom voor onze wethouder, de heer Boersma, die het zometeen officieel zal openen. Ook onze Duitse gasten möchten wir gerne welkom heißen. Vielen Dank dat Sie hier zijn. En wenn ich das gut verstehen habe, dan zullen Sie ook een studentengeschäft öffnen in Deutschland. Genau. Dat stimmt, hè? Ja, genau. Vielen Dank dat Sie hier zijn. Even een heel kort stukje geschiedenis. In mei is de denktank van de Breedstraat bij elkaar gekomen. En daar zaten Henricus Louters en de heer Van Boerum en kijk, de heer Harms zaten daar bij. En met elkaar hebben we gekeken hoe we winkeldochters een plaatsje in Dokkum konden geven. En daar is uitgekomen dat er een outletbedrijf zou kunnen starten. En dat ziet u hier, hè, daar staat u nu in. En dat hebben we proberen te realiseren. We hebben een concept bedacht waarin we 5 weken lang 5 winkels positioneren hier. En na 5 weken wisselt het hele verhaal om het aanbod in ieder geval interessant te houden. Zodat mensen regelmatig deze winkel kunnen bezoeken. Uiteindelijk hebben we 22 bedrijven in hele korte tijd, moet ik zeggen, bereid gevonden om deel te nemen in deze outlet store. En daar zijn wij heel erg dankbaar voor. Want deze mensen geven onze leerlingen weer de kans om goed ondernemerschap te vertonen. En ik denk dat ondernemer Dokkum daarmee gebaat is. Wij in het onderwijs er erg mee gebaat zijn dat we op een realistische manier dit kunnen realiseren. Hartelijk dank in ieder geval voor alle bedrijven die hieraan deelnemen.